bedrijf. Je had toch een vet leuk idee? Het lijkt mij eigenlijk wel leuk om een glas water, zeg maar, neer te zetten. Oh, is dat T-Rex? Ja. Oh ja. Dat gooien met shit heb ik ook niet gemist. Nee. Hij is er! De enige echte! Nick Toet! Hi lieve, hoe gaat het met jou? Gaat goed. Ja? Ja, sinds je bij Dumpert weg bent is het echt zo. Eigenlijk alles niet. Elke dag die voorbij gaat denk ik nog wel aan hier. Nou. En dan moet ik aspirine nemen. Ik ben nog steeds niet naar de kapper geweest. Ik heb het gewoon zelf gedaan, hè? Dat is de reden waarvoor ik kwam. Ik heb niks te verkopen, maar jongens. Chemo. Moeten we niet eerst kijken om Nick gewoon... Nee, laten we dit maar gaan Laten we dit kijken. Hi. I'm a bad guy. Belly. Come on. Sinkaria. Hè? Sinkaria, Belly. Wala kula ka. Nou, dit is toch niet geil? Belly, wala ka. Wala na 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 lo. Je weet precies hoe iedereen nu zit als ze gepijpt worden of afgetrokken worden. Eén man zie je gewoon zo. Die zie je zo. Oh, even een beetje bijsturen. De ene moet lachen, want het gaat niet goed. Ik vind het rolpatroon bevestigend. 5 meter. Het zou wel heel awkward spelletje zijn als je dit met kerst met de familie zou spelen. Tenminste, voor mij niet, maar voor Savannah. voor Savannah ook niet. Pascal, ja. Kom! Hey, Sil, je moet niet de ballon vergeten. Kom maar, vegetariër! Weet je iets over hoe een vegetariër pijpt? Oh, ik ben net binnen. Ja. Nou? Eet alleen het kaas eraf. Ik heb vanmorgen gedoucht. Hey, Fiesje heeft eindelijk gedoucht. Laatst had hij uiensoep gegeten en had hij superveel gescheten en zo. En toen had hij de volgende dag zat hij gewoon bij ons hier op de bank, daar, op dat vieze plekje, zonder bij te douchen. Veel gescheten naar huissoep, heb je er echt ter plekke bij verzonnen net. Maar ik vind het wel goed, ja, goed gedaan. We zitten thuis bij hem, zit er nog steeds een plekje op de bank, toch? Of niet? Ik heb wel soms dat je dan je reet afveegt en dan zit er ineens hier of zo een beetje poep. Dat je echt denkt van, maar what the fuck? Want hier zat het papier. Ik heb dat ook. Ja, toch? Ik heb soms ook wel eens afgeveegd en dan denk ik, ja. Maar ik veeg toch zo? Ja. Waarom zit het dan daar? Je ziet gewoon ook aan deze mannen, ze hebben er zin in. Ze staan gewoon echt op knoppen, dus fijn dat het gebeurt. 3 reten. Het is weer eens wat anders dan iPhones in elkaar zetten. 4 reten. Als dit een personeelsuitje is, hè, zou dit dan ook belasting aftrekbaar zijn? Ja. 4 reten. Zo zien je stembanden eruit. Die heeft geen gag reflex. Oh, gadverdamme. Het zit... Het is net een soort langgerekte vagina. Wow, het lijkt echt een vagina. Dus wij mannen hebben dit ook. Jij hebt een vagina in je keel. Dus ja. Wij hebben allemaal een soort vaginaatje in onze keel. Wat vet. Dus als je aan het typen bent, ben je eigenlijk ook aan het seksen. Ja, 5 reten. Ik heb mijn gang geverfd deze weekend. Ja, goed van jou. Is de gang een ander woord voor Imke der... Voor Imke der... Heb je de gang? Ik heb frikandellen in de gang gegooid. Het was een beetje babyblauw. En dat kwam toch wel iets te dichtbij. Maar jij wil toch kinderen? Ja. Ja. En Imke? Ooit. Nou, ik denk dat ik met mijn volgende vriendin kinderen wil. Nou! Jij ja, ook een nieuwe vlam op het oog? Ik heb ook een nieuwe vlam. Echt? Ah. Ze heeft geen relatie, ze heeft een relatie. Oh, lekker. Ah, nice. Oh, wat een shock, teringlijst. Het is een enorm kakker. Hoezo? Echt waar? Oh. Ja. Heeft hij veel geld? Ja. Nee. Is je licht? Nee.
Dumpertop Zoveel is helemaal hartstikke terug. Yes, want waarom op je favoriete muziek stemmen als je ook gewoon op je favoriete filmpjes kan stemmen? Dus ga nu naar dumpert.nl/stem en stem op jouw 10 favoriete filmpjes van afgelopen jaar voor de Dumpert Top Zoveel. Ja, en dit jaar is het een klein beetje anders. Namelijk degene die je op nummer 1 zet, de video die je op nummer 1 zet, heeft de allermeeste punten. En die op 2 zet iets minder, tot 10. Dus zet het op goede volgorde. Ja, is belangrijk. En wees niet te langzaam, want er is maar een week stemtijd en dan is het gewoon, kan je niet meer meedoen. Ja, dus als ik jou was, zou ik gewoon vandaag meteen gaan stemmen. De stembussen zijn nu 5 uur open en die sluiten volgende week ook weer om 5 uur. Mijn favoriete filmpje van dit jaar was natuurlijk de geëxplodeerde tietmevrouw. Ja, maar ik vond deze toch ook wel heel erg goed. Wow, mijn hoofd. Ik val van de trap. Dus tip je buurvrouw, je zusje, je oom, iedereen moet meedoen. Je nichtje. Dit moet groter worden dan Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Maar dat is niet zo heel moeilijk meer. Ga nu naar www.dumpert.nl/stem en stem voor de Dumpert Top Zoveel. Je hebt maar een week, dus doe het nu. Alice heeft een motto. Ik zeg altijd, als hij zijn eigen piemel zo niet kan zien, hoef ik hem ook niet te zien. Lukt een beetje op je moeder, René. Ik zeg altijd, als hij zijn eigen piemel zo niet kan zien, hoef ik hem ook niet te zien. Ik denk dat zij ook wel een stembandenonderzoek kan gebruiken. Tief, hè? Jezus. Nou ja, wat is dat nou weer voor piemeldiscriminatie? Ja, vind ik ook. Ik kan mijn eigen pik ook niet zien, maar die ziet er hartstikke goed uit, Alice. Hoef ik hem ook niet te zien. Een beetje zo in de spiegel kijken. Hallo! Waar is dit een aanmeldvideo voor? Ja, is dit gewoon een soort van gilfporno of zo? Ja. Van meiden van Holland? Heel erg lang levende liefde. Ik stuurde vandaag een appje naar mijn vriend. En ik zei, ik lees steeds meer artikelen van wolven, weet je wel. Er zijn steeds meer wolven actief en zo. Dus ja, denk er gewoon een beetje om. Zegt hij, waarom moet ik om denken? Ik ben echt wel goed met dieren. Ik zei, ja, dat weet ik liever. Maar je bent gewoon groot geschapen. Dat is te grappig, snap je? Ik snap het. Dat is te grappig. Er zit een heel verhaal achter. Deze man was al weken vervelend aan het doen en hij liep met een ijzeren staaf de Primark in en begon daar mensen te intimideren en lastig te vallen. Nou, ik moet heel erg zeggen dat ik ook wel geneigd ben om met een stalen buis de Primark in te lopen. Zou sowieso niet de Primark in. Nee. Kom hier met de spullen. Ben gek hier ook. Hé, ga niet meer doen, hè? Maar wie is die chick daarachter? Hij is een soort Belgische Bruce Lee met het kapsel. Ga niet meer doen, hè? Maar wel vet gedaan. Deze beveiliger is wel lekker bezig. En daarvoor vet, hè? Ga niet meer doen, hè? Maar hoe lang heb je al met Jonas? De gele ook al. Jonas. Ik moet mijn haar nog wassen. 2,5 maand of zo. En waar ben je hem tegengekomen? Op de FAM. Hij kwam gewoon tieten kijken en hij dacht... Ja, ja. Doe mij die maar. Doe maar die maar. Ik wil zoveel mogelijk Warzone spelen. Gisteren zijn we weer eerste geworden. Het is zo vet. Dat is gewoon het toppunt van mijn leven op dit moment. Wat heb je nog meer buiten dit in je leven? Ja, voor de rest helemaal niks. Ik vind wel dat je de laatste tijd wel echt iets te veel gamet, hoor. Ik had geen reet te doen thuis. Ik had echt niks te doen, alles was al gedaan. Ik dacht, ja, wat ga ik doen? En toen zag ik dat René live was, ging ik even meekijken. Ja. Oh ja, vorige week. Kijk, het gaat er niet om hoeveel mensen er kijken. Het gaat erom wie er kijken. Dat is belangrijk. En toen was ik na 5 minuten gewoon weer uitgezet, want het was echt kut. Daar gaan we. Lex Gillette. The best a man can get. Men's long jump, T11. Lex Gillette. Hij heeft een blinde... Oh. Nee. Fourth round jump. Well, that's got athletes struggling here with the noise from the crowd. Oh, dit is een soort Paralympics, of niet? Maar er staat ook iemand, een guide bij, toch? Daar zijn met dat gele hesje. Er staat op zijn rug, staat guide. Dus een gids. Die moet geluidjes maken. Ja. Oh, echt? Waar die op af moet. Ja, want die staat ook te klappen van, hey, je moet hierheen. His fourth round jump. Hij zelf ziet het gewoon ook niet aankomen. Oeh. Well, that's got athletes struggling here with the noise from the crowd. That one looked like it might. Oh, zielig. Doe me denken aan Sylvana na 3 glazen wijn. Maar is deze gast niet alleen, is die ook doof in plaats van blind? His fourth round jump. Ik kan toch tellen op zich? Ja, nee, je bent zo gefocust op die zin. Je weet toch gewoon, ik heb 8 stappen nodig en dan moet ik springen.
Nou, ik vind wel dat jij het heel gemakkelijk doet voor iemand met een motoriek waar je niet echt... Doe jij het eens voor? Ja, met je doe het eens met een man dat je gewoon... Nee, ik kan niks. Ik heb een filmpje van René die aan het dansen is. Hij staat gewoon zo en het gaat alleen zo, dit ene voetje. Nice. Je hebt er ook voetbal voor blinden? Heb je dat al gezien? Zit er een soort balletje, het zit er een belletje in de bal volgens mij. Echt? Knap hoor. That was the call you heard. Lanzagorta! Maar de keeper is niet blind. In off the underside of the bar. But no goalkeeper gonna say. Zo! De valsspeler. Dat is het toch niet eerlijk? Nou, die hoort de bal toch ook vliegen? Ja, of die keeper heeft een andere handicap. Zeg maar, verkeerd gevoel voor richting. Dat als de bal links wordt getrapt, dat hij rechts duikt. Going through the gap. Brilliantly! Oh, what a goal! Stel je voor dat je zelfmoord wil plegen, maar je bent blind en je springt naast het spoor. Best kut. 4-1. Ik begin René steeds irritanter te vinden. Ik ook. Ik ook. En of ik dikke knoeperts zie. Nou heb je er 4. Iemand al wat gezegd over knoeperts. Ik zie dat het niveau omhoog gegaan is. Weer eens een dumpert reten naar mijn hart. Lekker politiek incorrect, ouwe hoeren en lol trappen. Ook die zo van One Yip mag van mij vaker langskomen. Als je een keer verveelt, moet je de aflevering maar terugkijken met Mel en Dan. Die had ik aangezet. Maar ook weer heel snel afgezet. Ik denk niet dat zij hadden mogen komen als jij er nog was geweest. Nou, dan was er geen plek op de bank geweest. Ja, nee, dat ook. René heeft dus de lul van Nicky Tutorials gezien. Roy, je stijgt in mijn achting. Ja. Zit er ook zo'n dikke laag make-up op? Op het tuutje waar het plas uitkomt dat daar lippenstift op zit. Wilco, epische eindbaas dat je bent. Heerlijke edits. Ja, heb ik het toch een beetje in goede handen. Het is misschien zelfs wel beter geworden. Wilco doet altijd een helft en Donna doet de andere helft. Donna? Ik mag Donna zeggen. Donna? Donna. Waar is Donna ook weer van? Van de geen pel stemmen dingen. Oh my god. Zullen we het daar niet over hebben? Dat is die dwerg die Jan Rozenkeer... Jongen, ik had het naar mijn zin hier. Hè. Verkracht ik had heeft. Het heel erg naar mijn zin hier en nu is het helemaal kut. Hou je bek. Zeg Roy, je bent zelf een trekschuit. Ja, dat is het. Zijn leuke, wat waren echt leuke comments vorige week. Meisje heeft plankenkoorts. Oh, die gaat flauw vallen zeker. Kotsen. Oh ja! Ook echt uit 4 hoeken. Oh jongens. Help even, het blijft maar gaan. Jezus, ik weet niet of zij plankenkoorts heeft of gewoon een poliep in de darm. Die vrouw die loopt daar die ook zo. Die weet niet wat ze moet doen. Jezus. Er zijn 2 mensen omgedraaid. Drie mensen die zijn moeten keihard lachen. Auw, er kwam nog een stukje. Ze deden de kauwgombal challenge. Ik vind het heel vies, maar het is waarschijnlijk de eigen schuld. 3 reken. Weet je, dat is dan nog wel fijn als je dan dronken bent en je met vriendinnen, dan hou je elkaars haar tenminste vast als je boven de wc moet hangen. Dit weet ik van een vriend. Mm-hmm. We, me and the boys, we're on a beer mission, trying to get beers back to Gaff, and I've only managed to get us back to fucking a naughty one with Noaf. Games are in for the lads. PS5. John over there. Me dad. Fucking mad mate. Well, maar is dit niet gewoon? Is dit niet gewoon om te laten zien zo van hey, het is allemaal hier niet zo slecht? Wow, een leeuwtje in kelder. Ja, dan wordt hij zo in zijn bek gegrepen. Nog een leeuw. Is het hartstikke gezellig in Qatar? Natuurlijk, lekker diertjes gewoon vastgeketeld. Ja, joh, niks aan de hand daar. Nee. Games are in for the lads. PS5. Wat is er met dat hoogglans? Leg even uit. Ja, maar lieve, dat is gewoon zeg maar hun cultuur. Maar jij hebt ze rond op je bank zitten. Ja, snap als je dat doet. Ik heb een nieuwe bank. I get it. En zo'n leeuw, silag in een kooitje. Godverdomme, doe eens normaal, joh. 0 reten voor Qatar. Vet. Oh, dit gaat mis. Oh, Jesus. Oh, God. Holy shit.
Jan Vlaan, Sabine zat daar. Jezus. Huh? Maar het is altijd wel extra karma als er dit soort uitslovende rijke lui zijn. Als die bakjes krijgen. Ja. Wel leuk dat de muziek gewoon gezellig aan blijft staan in de auto. Oh. 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 Voor zijn vrienden is het nu een Lamborghini. Vet. Karma, vijf regen. Eens met Renéetje. Eens met René, Nikje en Renéetje. Ik ben Renéetje. Waarom ga je stoppen? Waarom ga je dit doen? Ik vind het heel raar. Dat je je eigen auto gebruikt. Je krijgt dan ook schade op je auto, toch? Dan ben je toch gewoon niet helemaal goed? Ja. Mag ik even heel grappig lassen? Ik heb drie hele grote cappuccino's opgezoekt. Als jij zegt, je moet rustiger rijden. Wil hij ook op hem inrijden? Of is het... Hij springt net op tijd weg. Of die fietsen zijn gewoon... Bossenbollen stinken! Wat? Bossenbollen stinken? En dan gewoon... Huppatee! Mongo, jongen! Nul reet voor de bestuurder. Brabantse meneer op de fiets. Hoe is dit afgelopen? We zijn echt heel erg benieuwd. Dus als je dit nou ziet toevallig of iemand anders herkent hem, weet wie het is, tag hem vooral. Want we willen heel graag even contact met je opnemen. En ik ben benieuwd of zijn fiets het nog doet. Doet zijn fiets niet, dan gaat Dumpert speciaal voor hem een crowdfunding doen om een nieuwe fiets voor hem te regelen. Ja. Nou, ik niet. Ik blijf gewoon hier. En je weet hoe goed onze vorige crowdfunding is gegaan. Jij was erbij nog toch, de geëxplodeerde type vrouw. Ja, nee, oké. Maar gooi hem nog een keer. Ja, let's do it. Ja. Maar die crowdfunding heeft 10 euro opgeleverd. Ze heeft nu een andere portemonnee. Ja. Deze man is dronken, toch, of niet? Oh, shit. Dit zoek ik vrouwenversier. Maar deze man die wil waarschijnlijk al de hele avond hij zit echt te focussen. Dit is een hospice, weet je wel. Hij is bijna dood. Hij heeft zichzelf eindelijk wat moed ingedronken. Wow, zijn voet komt ook helemaal omhoog. Zeg ik. Oprecht, die heupjes en zo, dat gaat dus allemaal zo schrammelikkelig. Schrammelikkelig. Vier eten. Schrammelik. Het wordt er niet beter op als je het vaak aan elkaar zegt. Je bent natuurlijk al een tijdje weg hier zo. Maar ik heb dus contact gehad met Veras. Maar die heeft dus... iedereen wil toch nog die vechtpartij zien van ons. Met en chappies. Met die chappies en dingen. En ik heb dus voor elkaar gekregen om eindelijk dat filmpje te krijgen. Ik had een blauwe shirt aan. Je voelt al niks. Nou. Die ene heeft al moves. Die ene gast staat wel alsof hij echt zeg maar moves heeft. En kijk dan hoe hij daarna vecht. Maar ik lach nou wel, maar zo vecht ik vroeger. Vecht ik ook zo. Vocht. Hij gooit hem weg. Ik weet het nu al. En hij valt. Nu valt hij. Oh. En nou gezakt. Hey. Iedereen, Jantje, oprecht knap gedaan. Heel knap. Nou, superleuk. Gewoon wegrennen en dan in zijn andere telefoon pakken en die in het water gooien. Ik ben weer zo naïef die dat allemaal heel leuk vindt en dat helemaal niet door heeft. Jij zou er echt staan. Wow! Wat goed gedaan! Maar wat had je gedaan als het echt je telefoon was? Nou, alle telefoons kunnen tegenwoordig echt water, toch? Nou, jij hebt die nieuwe gat hier. Ik heb nog steeds die 5 jaar oude pauper model. Ik heb helemaal geen nieuwe gat hier. Ik heb mezelf gekocht. Oh. Ja. Sorry. Nee, ja, dat maar je voor geld zil heeft. En ja, anders krijg je wel van Jonas eentje. Nee, Jonas heeft geen geld. Nee. Jonas is ook 3 jaar jonger. Een toyboy. 3 jaar jonger? Ik heb een toyboy. Zo, is hij 14? Hey, was het leuk?
dat is superleuk. We redden je wel weer in de edit. Dat is super gezellig. Top. Dit was Dumpert Reten 446. Ja. Met een netje. Minder. Nicky. En Savannah. Nicky. Ik doe het maar mee. Dumpert Reten.